vandaag vrijdag en vandaag heb ik weer een afspraak in Amsterdam. Ik weet alleen niet in hoeverre ik daar al wat over kan vertellen. Dus ik ga gewoon die kant op en dan vraag ik eventjes in hoeverre dat kan. Ik neem jullie wel gewoon mee verder, ook in Amsterdam. En daarna zien we wel wat we gaan doen. Maarten die is nu in ieder geval nog thuis. Dus misschien ook later nog even wat met hem ga doen. Dus dat is in ieder geval voor nu even de planning. En ik neem jullie zoals gewoonlijk weer mee voor vandaag. Ik ga denk ik toch nog een beetje mascara opdoen. Ik vind het toch een beetje te weinig vergeleken met wat ik normaal gesproken op heb. En nu ik hier toch zit, ik wilde jullie nog wat laten zien. Want zoals jullie misschien wel weten, heb ik een langere samenwerking met Nivea. Echt super leuk. En ik kreeg afgelopen week weer nieuwe producten toegestuurd. En het gaat om de Q10 Plus anti-rimpelcremes. Deze twee heb ik toegestuurd gekregen. En één daarvan heb ik de afgelopen dagen gebruikt. Omdat die voor de... deze is voor de gemengde tot vette huid. En ik heb best wel een vette huid. En wat deze eigenlijk doet, deze vermindert zeg maar je rimpels en die verzacht je poriën. En de afgelopen dagen heb ik deze dus gebruikt. En ik merkte echt dat die poriën dus minder grof werden en dat mijn huid minder vettig is gedurende de dag, zeg maar. Dus dat is echt super fijn. En daarnaast vermindert hij ook je rimpels binnen 2 weken. Doordat er Q10 in zit. En dat is een soort vitamine die eigenlijk je stofwisseling van binnenuit activeert. Dus dat is echt heel handig. En dan denk je misschien van, maar waarom gebruik je anti-rimpelcreme? Ik heb wel degelijk rimpels. Tenminste, je ziet ze niet altijd. Lang leven make-up. Maar ik heb hier, doordat ik altijd zo kijk, als ik mijn mascara bijvoorbeeld opdoe. Of als ik mijn haar aan het feunen ben. Of op een bepaalde manier verbaasd ben of zo, dan krijg ik hier zeg maar van die lijnen. En nou ja, deze anti-rimpelcreme die zorgt er dus voor dat die lijnen dus verminderd worden. Over het algemeen heb ik nog niet heel veel rimpels. Maar ik was een paar weken geleden ook bij een event. En daar kreeg ik ook te horen dat een anti-rimpelcreme niet zozeer is om die rimpels te verminderen alleen. Maar dat het ook zeg maar rimpels voorkomt. Dus als je gewoon je huid goed verzorgt. En dus ook een goede dagcreme, een goede nachtcreme. En in dit geval dus ook een anti-rimpelcreme. Voor mij dus, voor mijn leeftijd is dat wel echt ideaal om het een beetje te voorkomen en te verhelpen, zeg maar. Dus ik ben heel blij tot nu toe met deze producten. En je hebt hem dus ook voor de vermoeide huid. En die vermindert dus ook, zeg maar, je rimpels. Maar daarvan gaat je huid ook wat meer stralen als je dus een vermoeide huid hebt. Dus voor nu gebruik ik gewoon de gemengde tot vette huid. En die werkt bij mij de afgelopen dagen in ieder geval goed. Dus ook gewoon goed als basis voor onder mijn make-up. En mijn huid wordt gewoon minder snel vettig. Dus dat is wel echt heel fijn. En ik zal ze ook nog eventjes laten zien, mocht je dus benieuwd zijn. Zo ziet het potje eruit, die ik dan gebruik. Dat is deze. En zo zien ze eruit. Als je ze dus in de winkel zoekt, dan is dit voor de gemengde tot vette huid en deze voor de vermoeide huid. Dus tip van mij. Ik heb toch nog even snel wat anders aangedaan. Ik heb mijn teddycoat zwart van Bershka. Van Misguided. Deze top is een wit t-shirt. Gewoon simpel met zo'n V-hals. Die is ook van Misguided. Broek is van Bershka wel. En deze schoenen zijn ook van Misguided. En die zijn wel heel chill. Oh, touwtje hangt ervoor. Deze, het lijkt net alsof je op kussens loopt. Het zit echt heel lekker deze. En die zijn dus ook van Misguided. Ik ben klaar om te gaan. Wat ik al wel vast kan zeggen is dat het... we gaan lekker lunchen met Tui. Dus ik heb daar heel veel zin in. En als het goed is zijn er ook meerdere influencers. Dus ik weet nog niet precies wie allemaal. Maar dat ga ik straks allemaal wel zien. Hier word je toch vrolijk van, jongens. Het zonnetje schijnt. Oh, heerlijk. Ik vind dat nummer... Panama, dat is zo'n lekker nummer. Il est million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a ses ragnagna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile. Ik ben aangekomen in Amsterdam. Ik was eventjes rijden. Maar als het goed is zit de Canary Club, als ik het goed uitspreek, dat zit hierachter en daar gaan we lunchen straks. Dus ik ben heel erg benieuwd en in hoeverre het lukt ga ik jullie dus meenemen.
Wij zitten lekker te lunchen met allemaal influencers. Zo. Vlog op een vlog. En hier allemaal mensen ook van Tui en Sunny en Cynthia en nog meer mensen. En ik heb lekker French toast genomen, dus gewoon wentelteefjes. En dit is volgens mij slagroom, dus ik ben heel benieuwd. Ik zit alweer in de auto. Het was hartstikke gezellig met de mensen van Tui dan en met al de andere influencers. Er is nu een nieuwe app, of tenminste vanaf het moment dat deze vlog online komt nog niet. Maar ze gaan een nieuwe app lanceren en het is echt een hele leuke app. Wij hebben net al een beetje mogen testen hoe die werkt. En het is echt een leuke app als je van verrassingen houdt en... Ja, ik ga er niet heel veel over verklappen, maar vanaf 6 maart, maandag 6 maart, dan kunnen jullie deze app ook vinden. Als het goed is op de Tui-site of kijk even op hun social media of daar al iets over staat. Dus ja, dat is het in ieder geval voor vandaag geweest. En nu ga ik snel naar huis. Het is inmiddels al, even kijken, 3:10, dus best wel laat geworden toch nog. Dus ik ga nu snel naar huis en dan later even Ila ophalen. Tenminste, even kijken wat we nog in de tussentijd gaan doen. Want Maarten die is nu ook thuis. Dus we zien het zo wel. Wij zijn weer met onze jongen. Papa. Ila, heb je een mooie tekening gemaakt? Ja. Laat het zien aan mama. Kijk eens. Wat staat erop? Is een hond volgens mij, hè? Ik heb een hond gemaakt. Ja, heb je een hond gemaakt? Ja. Heel mooi. We wilden eigenlijk Ila even naar de kapper brengen, maar die is nu best wel druk en anders moeten we heel lang met Ila wachten. Dus dat is waarschijnlijk ook niks. Dus nu gaan we gewoon lekker naar huis, denk ik. Even overleggen met Maarten. Gaan we gewoon naar huis dan? Ja. Oké. Nou, naar huis eten. Ja. Maar ik pannenkoek. Wat wil je eten? Pannenkoek. Poffertjes. Pannenkoek. Poffertjes. Poffertjes en pannenkoek. En een pannenkoek. Ja. Oh, komt het eruit. Ik wil eten. Wat heb je allemaal gedaan vandaag, Ilai? Een boren. Ja, je zat te boren, hè? Ja. Je zag het de hele dag. Ik ging samen spelen. Ja, je ging samen spelen, dat zagen we. We zagen jou bij het raam. Ja. En je ging ook patatjes eten in de stad, hè? Ja, in de stad. Ja. Ja. En wat voor vestje had je toen aan? Nee. Een oranje vestje aan, hè? Ja, ik heb oranje vestjes aan. Ja, dat zag ik. Niet deze. Nee, niet deze. Andere. Ja, andere niet. Ja, andere. Weet niet je andere is. Nee, die is weer nog bij de kindjes. Die is van hun. Die is weg. Ja, die mag je niet mee naar huis nemen. Wat ga jij doen? Ga je dan goed poetsen? Ja. Heel goed poetsen, hè? Ja. En wat als mama zegt nee? Nee. Mag, dan ga je het niet nemen? Ga je deze nemen? Nee? Niet zo goed. Snoep komt. Nee, je hebt geen snoep gehad vandaag nog. Dat scheelt. Je hebt alleen patatje op, hè? Ja. Je ging met de kindjes ging je patatje halen. Samen met alle. Ja. Samen. Samen, hè? Ga je straks ook je speelgoed opruimen? Want het ligt door het hele huis. Ga je straks je speelgoed opruimen? Ja. Ja? Ik moet een van deze dagen ook echt eventjes een soort schoonmaakdagje inplannen ofzo. Want ik ben de afgelopen dagen alleen maar weg geweest. Nou ja, dit is dan de derde vlog achter elkaar zeg maar van deze week. En normaal gesproken heb ik dan bijvoorbeeld een pauzedagje ertussen ofzo. Maar dat heb ik dus deze week eigenlijk niet gehad. En morgen ga ik ook nog de hele dag vloggen, want morgen is de 9 maandenbeurs. En dan ga ik voor Ethos, bij de Ethos tent kom ik dan te staan. En daar ga ik een uurtje spreken en vragen stellen en ervaringen delen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Maar ja, morgen ga ik dan dus ook de hele dag vloggen. Dus dat wordt dan de vierde dag. Ja, zodra jullie deze video zien, dan is het al geweest hoor, die beurs. Maar ja, ik heb er wel heel veel zin in. Maar goed, ik ben dus nog niet echt toegekomen aan het huis echt goed opruimen, schoonmaken en dat soort dingen. En ik wil ook mijn kast weer een beetje ordenen, omdat ja, op zich, sinds de laatste keer dat ik hem heb geordend, is het wel nog enigszins hetzelfde gebleven. Het is niet echt een troep of zo in mijn kast. Maar ja, er zijn wel weer gewoon kleren bijgekomen. Mijn schoenen heb ik op zich al wel geordend. Maar de kleren die erbij zijn gekomen, die wil ik wel gewoon eventjes goed ordenen nog. Dus ja, dat moet ik dan denk ik zondag maar even gaan doen als het lukt. Zondag hebben we op zich niks gepland staan. Dus dat moet haast wel lukken.
Maar ja, dan wordt zondag voor mij even een chill dagje. Maarten die vertelt mij net dat we 9 maart naar Tory Lanez gaan. Yay! Met poepluier. Nee, vorig jaar zijn we ook geweest. En dit jaar had ik eigenlijk helemaal niet meer bij stilgestaan. Maar gelukkig heeft hij al 2 maanden geleden kaartjes gekocht. Wist ik dus niet eens. Maar goed, ik heb er nu al heel veel zin in. Want vorige keer was het ook in Paradiso. En toen heeft hij echt een show weggegeven. Was niet normaal. Hij ging echt helemaal klimmen op het balkon, zeg maar. Was echt bizar. Dus nee, dat wordt waarschijnlijk weer vuur dit jaar. Veel. Veel vuur. Ida die heeft mijn gewichten om. Het zijn van die enkelgewichten. Die kan je ook om je arm doen. Waar heb ik gekocht? Zijn best wel zwaar, hè? Waar heb ik gekocht? Waar heb ik het gekocht? Op internet. Op internet heeft mama dat gekocht. Op internet. Oma. Nee, niet bij oma. Ila die ligt inmiddels ook op bed. Maarten die is nu nog aan het voetballen, zaalvoetballen. Dus die komt zo ook thuis. Maar ja, ik moet eigenlijk alleen nog een beetje editen. Heb ik nu eigenlijk helemaal geen zin in, omdat ik al een beetje suf ben. Dus dan kan ik me niet echt meer focussen. Maar ja, dat moet wel gebeuren voor morgen. Dus dat ga ik nu alvast doen. En dan ga ik lekker slapen. Dan ben ik goed uitgerust voor morgen in ieder geval. Dus dat is nu een beetje de planning. En ik ga dan bij deze eigenlijk al de vlog afsluiten. Want verder ga ik niks bijzonders doen. Hou die volgende vlog dus ook in de gaten. Want dan ga ik dus naar de 9 maanden beurs. En dat is wel echt heel leuk. Dus ja, ik hoop dat jullie het in ieder geval een leuke video vonden. En tot de volgende video. Doei doei!